Vrijdagavond 17 februari spelen de Ahout Devils hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Na afloop van de training van donderdagavond spraken we met Dave Stappershoef en trainer Josh. Vorig jaar was het voor mij. Vorig jaar had ik eigenlijk het idee van, ja, ga ik nog een jaar verder, ga ik niet een jaar verder. Voor het seizoen heb ik toen contact gehad met het bestuur. En het bestuur heeft me gevraagd of ik toch nog echt wilde doorspelen. Want ja, voor het team was het belangrijk. En ze hadden ze van, ja, je kan nog niet stoppen. Dus we hebben nu voor het eerst een organisatie achter staan die eigenlijk echt weet waar ze mee bezig zijn. In ieder geval de jaren dat ik hier ben geweest. Alles is in principe goed geregeld. We hebben een leuke staf, maar we hebben ook echt een leuk team.